Touchdown. Ik snap niet dat het er vandaag allemaal is. Dat moest de voorburger ons gelap hebben. De koffie is te heet. Ik hoop jou dadelijk wel. Alweer Kees. Nou ja. Is mijn dame vast klaar. Dan ben ik erbij. Beste Krans? Nee, ik zeg dat ik krank ben. Vanmorgen door een dokter en dan zeg ik dat ik een ruk heb. Ik wil ook deel. Als je commandeer van jullie, dan ben ik mee. Och jong, dat kon ze toch niet doen? Het komt wel in orde, als ik maar bij de dokter ben geweest. Je geeft het allemaal maar zo. Wat is het allemaal weer van Harry? Draai alweer aan het zaneke. Jos zet het in de ruk. Je mag het nog altijd zelf doen. Och, jongen, hij is nou. Je wilt niet nog terug in deel. Kank toch, ze zijn maar zo blij en deens. Maar wat zegt er nou van, een neus naar hals? Ja, men bevalt het ook best. Dit is als Jean de eerste klas. Dat zei ik al. Och, vooruit toch!
Hey, zit ze hier in het bos? Dat er wat op verhaak, hè? Waarom kun je het, joh? Och, zei je. Wat is er dan aan de hand? Maar ik heb toen al genoeg heren gehad. En dat allemaal omdat ze dus zo dood moet spelen. Ik heb er al van gebruikt, joh. Ik pak het ook nog wel. Nou, dan had je al ramen zit ook nog even. Kan wel zien. Mij zien ze wel hebben. Ik ben best een goed meertje in een broek te komen. Dat kust het toch niet, klaar. Ik heb er eentje die dat wel... Hanni, Peer Pils. Er zijn er wel honger die dat ook geprobeerd hebben en niet gelukt. De toep in plaats van te scheten. Ik ken dat circus. Man, u verdrieft het niet zo. Dat is net een beneden, stel het je gekken. En een sergeant die erachteraan loopt te schreeuwen. En daar werd zijn man van. De liefste naaien voor mij wel, dat vrouw ook zo. Och, toch hebben ze zeker herrie mee. Nee, dat waren een goeie, een sergeant weer. Kan de Lapsmans niet op 10.000 wat eten? Moest ze nog meer pudding? Nee. Och, jong, hoe kom je toch zo laat vandaag? Ja, eens. Lang zitten, dan zul ik je nog een pudding maken.
Je kunt zeker maar alleen toe voor te verrijpen. Als de meneer denkt dat het hier zomaar geeft. Je hebt nu eerst echt geslaagd, joh. Wie is er zin over? Dat is toen wel genoeg had dan die negen. Moet je wel vragen wat er aan de hand is? Dan zegt hij nu een schepel. Oh, gesprek thank you.
endlich. Vorher. En dit is Farah's Dingen van de Dag, luisteraars, goedemorgen. In deze zaterdagmorgen aflevering informeren wij u uitgebreid over de situatie waarin jonge woningzoekenden verkeren. Hebben wij een emotioneel actieverslag uit de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt, de buurt die bedreigd wordt door de metrobouw, en nieuws over de kidnapping. De televisie is gevaarlijk. Dat allemaal in Dingen van de Dag, de actualiteitenrubriek van de Vara Radio. We beginnen in Amsterdam. De Amsterdamse Nieuwmarktbuurt maakt zich gereed voor een dramatische week. Volgende week zal namelijk begonnen worden met het ontruimen van een aantal panden voor de metrobouw. Die ontruiming zal ongetwijfeld met geweld moeten gebeuren, want de nieuwmarkters zijn niet bereid zich zonder meer uit hun woningen te laten zetten. Gisteravond werd in de Nieuwmarktbuurt de laatste buurtvergadering voor de dramatische week gehouden. Voor Dingen van de Dag was op die vergadering aanwezig onze verslaggever Kees Slager. De spanningen in de buurt zijn inderdaad tot de grote hoogte gestegen. En twee zaken maakten dat gisteravond in een afgeladen buurthuis nog erger. In de eerste plaats, en je hoort dat nu op de achtergrond, het feit dat de CCN sinds enige tijd in de buurt actief is tegen het Nieuwmarktbuurtcomité. Dat zijn dezelfde lapslangs als toen. Die doen niks anders als zoeken dan achter de folie aan. In de tweede plaats was dat de mededeling van volgens een hoop betrouwbare informatie dat niet alleen zo'n 7 tot 800 man politie en marechaussee vanaf vandaag paraat is, maar dat er zelfs een legereenheid, en dat is dan het 44e Panzer Infanteriebataljon uit Zuid-Laren, gereed wordt gehouden om zich in een eventuele strijd met de buurt te mengen. En over die eventuele strijd, maar eerst even over het bedreigde buurtexperiment van de Nieuwmarkt, wou ik nu een van de vele sprekers van gisteravond laten horen. Het is de grijze Amsterdammer Gerard Comité. De CPN is nou... Thank you.
Godverdomme! Och stel het toch niet aan!